als ik de titel op heel de coronacrisis wil pakken, is het een ervaring die we niet meer willen meemaken. De woonzorgcentra, een vergeten front. Ja, ik ben er ziek van geworden, dus stel ik eens aan. En in één keer sloeg dat echt toe. En dus er was te weinig zuurstof in bloed. En ik heb direct zuurstof gekregen en ik mocht hier blijven. Ze hebben me hier verzorgd. Dus. Het begin was vreselijk, omdat je wist niet wat er op je afkwam. Het was zo plots. En je wist ook zeker niet hoe lang dat ging duren. Helemaal aan het begin van de crisis hebben wij een besmetting gekregen hier in huis. En dat is een storm geworden waarvan wij niet beseften wat er op ons afkwam, wat er ons overkwam. We hebben heel wat bewoners verloren, veel te veel. En het is heel erg moeilijk geweest omwille van het feit dat we blind moesten werken. Maar toen dat gebeurd is, hebben we eigenlijk ontdekt dat we toch nog niet goed voorbereid waren. We hadden niet de nodige voorzorgsmaatregelen. De schorten waren niet ter beschikking. De juiste maskers waren niet ter beschikking. En dan ben ik dan half begin april zelf ziek geworden. Dus dan heb ik het zelf meegemaakt. Het woonzorgcentrum waar ik werk was de uitbraak enorm. Er zijn een serieus aantal mensen overleden. Je zit met een schrik om, ja, je weet dat hier mensen positief testen. Schrik om dat mee naar huis te nemen, om mensen thuis, het gezin eigenlijk ook ziek te maken. En dan collega's die dan belden dat ze ziek waren. Je hebt ook schrik dat die, je ziet die beelden in het nieuws en je hebt schrik dat die ook zo op intensieve belanden, dat erger wordt. En ja, dat raakt u ook als persoon. Allee. Tijdens de eerste weken van de coronacrisis, de eerste twee weken waar bijzonder chaotisch, niemand wist waar het zijn hoofd stond op dat moment. We deden ons allemaal ons best. En gelukkig kregen wij hulp van thuisverpleging. We zijn ook geconfronteerd geweest met steeds maar veranderende richtlijnen. Soms richtlijnen die eerst via de pers kwamen en die dan pas aan ons gecommuniceerd werden. Wat bij medewerkers heel veel twijfel en onzekerheid en soms ook wel wat schuldgevoel van hebben we het gisteren dan niet goed gedaan? Jawel, met wat we toen wisten, hebben we het goed gedaan. Maar vandaag zijn we tot andere inzichten gekomen en gaan we het op een andere manier doen. Ja, sterven doen hier aan wat dagen mensen, hè. Dat is toch normaal, denk ik, in een bejaardenhuis. Dat er meer van 90 zijn dan van 80, hè. Mevrouw, wat voor beschermingsmaatregelen werden er genomen? Schort hadden aan, dingen en dan ook die beschermkap. Als ze binnenkwamen. En dan natuurlijk de gel. En ja, stond ook altijd een potje gel op de tafel. Dus, ja. Zelfs als collega's zelf op eigen initiatief mondmaskers begonnen mee te nemen, werden zij erover aangesproken dat dat eigenlijk niet paste. Men heeft eigenlijk naast de mondmaskers te laat ingezet, maar ook de testen veel te laat toegepast. Wij waren bezig met een paniekvoetbalsituatie in de instelling, omwille van het feit dat wij op dat moment ook nog geen idee hadden van wie is hier wel en wie is hier niet besmet. Die testen zijn pas heel laat gekomen. De eerste testen waren wel door het woonzorgcentrum zelf aangekocht. En dan wat later zijn we een tweede keer getest en dat was dan van de overheid uit. We hadden bewoners met symptomen. We konden één bewoner testen. En als die test positief was, dan moesten we de rest van de bewoners ook als besmet beschouwen. Wat eigenlijk vanuit menselijk standpunt heel erg moeilijk was. En wat ons ook heel veel twijfel heeft opgeleverd. We stonden voor de situatie waar we moesten kiezen tussen de pest of de cholera. Het grootste knelpunt dat er geweest is het gebrek aan kennis.
zowel van de directie. Daarom ook mijn vraag dat er eigenlijk een wet zou moeten komen dat elke directeur van een woonzorgcentrum medisch geschoold zou zijn. Dit is zo essentieel om de zaken aan te pakken, want een woonzorgcentrum heden ten dagen is geen rusthuis meer. Dat is eigenlijk een hospitaal. Mensen die daar nu moeten gaan wonen, die zijn zo hulpbehoevend dat men echt medisch geschoold moet zijn om die mensen een goede, degelijke verzorging te bieden. Ik heb wel het geluk als directeur om te werken binnen een grotere organisatie met een aantal ondersteunende diensten die bij manier van spreken dag en nacht op zoek geweest zijn naar de nodige beschermingsmaterialen. Wij wisten niet hoe dat we moesten omgaan met dat materiaal. Ikzelf als verpleegkundige was het van mijn stage zoveel jaar geleden dat ik nog heb gewerkt met van die speciale materialen zoals die overschorten en die maskers en die spatmaskers. Voor mij was dat zelfs al terug even denken van oei, hoe moeten we dat hier doen? Laat staan wat dat dan is voor mijn collega zorgkundigen. De mensen wisten gewoon niet dat ze het moesten dragen. En als ze het dan aandeden, wisten ze niet hoe ze het moesten uitdoen. Je hebt een bepaalde techniek nodig, hoe je die vervuilde kledij uitdoet, weglegt. Daar was geen informatie over gegeven. Had u in die periode nog contact met andere mensen? Nee, ieder bleef in zijn huis, nee. Telefoon is, maar ik kon hem niet beantwoorden, dus. Ja, ik heb goed contact gehad met mijn kinderen. Alle dagen telefoneren, dikwijls meerdere malen. En dan ook langs mijn venstertje, langs mijn... Het was ook plezant, alleen plezant. Toch altijd dat je ze dan niet zag, dat dan nog deugd deed. Maar dat dat bij heel veel mensen niet het geval geweest is. Hè? Dus in de eerste weken konden de meeste mensen daar wel mee om. Maar hoe langer dat de lockdown duurde, hoe meer dat je wel zag dat die mensen zoals bloemen verwelken. Ja, dat is zo. Je zag die mensen die normaal gezien heel open zijn, heel blij zijn en altijd goed gezind zijn, die zag je met een dag gewoon echt stiller worden, meer in zichzelf gekeerd worden en zelfs ook minder eten en dergelijke. Oh, ja, die isolatie. We hebben op een gegeven moment bewoners ook moeten isoleren. Dat was toch wel heftig voor de bewoners, ook dat ze hun familieleden niet konden zien. Ze moesten op hun kamer blijven, altijd met maskers, als ze toch ergens naartoe moesten, maar het eten was op de kamer, dus ze zagen niemand, gewoon niemand. En daar kon zij eigenlijk niet tegen. Dus wij werden meer bezorgd om haar geestelijk welzijn dan om haar fysiek welzijn. De mensen weer gewoon opgesloten op hun kamer. Dan hadden ze gezegd, we gaan videochatten. Mijn zuster heeft dat 2 keer mogen doen. Bij ons hebben ze dat niet gedaan. Dan hebben ze wel gezegd op een keer, we hebben het met jullie niet gedaan omdat de papa het niet aankon. Maar dan daarna hebben ze gewoon verteld ze hebben ons komen vertellen, we gaan het niet doen, omdat de papa al zo slecht was. Dus je zou verschieten van het beeld dat je zou zien hebben. Dus dan zeggen ze ook, waarom zijn ze niet eerlijk en waarom laten ze het allemaal niet weten? Zelfs met de mogelijkheden die dat werden aangebracht om via virtuele weg mensen te laten, hun familie te laten spreken, te laten zien, of aan het raam of zo, tegen een duur was dat zeker niet meer voldoende. Het eerste bezoek dat ik aan haar gebracht heb, dat was 2 weken geleden, dat kon. En dat was dus, zij zat binnen achter glas, ik zat buiten, in de regen, met mijn paraplu, kregen we elke walkie-talkie die we niet konden bedienen. Dus dat was een tamelijk hilarische toestand. De versoepeling, stap voor stap. En daar hebben veel bewoners er toch nog moeilijk mee. Want normaal als je dan 5 kinderen hebt, mag er maar 1 kind op 1 week komen. Dat is voor hun natuurlijk nog weinig en dat begrijp ik ook. Dus natuurlijk wil je 5 kinderen graag alle 5 zien. Maar 20 minuten is zo voorbij, hè? En dan zag ik toch ook wel dat er veel mensen wenende terugkwamen. En dat was dan in de cafetaria. En dat er veel mensen die dan even een gesprek hadden gehad met hun zoon of kleinkinderen of wat, die dan toch weenden. Voor de oude mensen, het is al wat ze hebben. Het is alles voordat ze nog voor leven. Dus
Ik maakte mij er ongelukkig over. Ik ben echt heel goed verzorgd geweest, dag en nacht. Want 's nachts kwam er ook iemand kijken, dus altijd. Dus ja. Gewoon de verzorging van de verpleging hier, die het heel zwaar hadden. Want een paar meer zou heel goed geweest zijn. Ik ben er 100% van overtuigd. Moesten de bezittingen per afdeling, met de vroege en de late, beter zijn zoals ze nu zijn, hadden wij veel sneller een aantal zaken, belangrijke zaken, kunnen opmerken. Want nu, door het personeeltekort, moeten altijd vechten tegen een tijd. Ze zijn altijd bezig tegen die klok te vechten en moeten altijd maar verder doen. En dan verliezen ze toch wel uw observatievermogen van wie van de mensen is hier anders dan anders. Die mensen die doen hun job en eigenlijk ook niet meer dan dat. En het is net die finesse, de manier waarmee zij met die mensen, met de bewoners omgaan, waar iets in zou moeten veranderen. Er zijn mensen die het wel met hun hart doen en met veel goesting hun job doen. Maar ik denk dat het probleem in de zorg is bij velen, het beleid die de mensen niet motiveert. En die mensen zijn aan de duur niet meer gemotiveerd voor hun job nog met plezier te doen. Maar er zijn heel wat goede initiatieven op poten gezet wel. Door ergo, door verpleegkundigen, door zorgkundigen. Ja, we hebben er altijd gestaan voor onze mensen wel. Ja. Het is niet omdat je in een zorginstelling bent dat dan allemaal cool en afgemeten moet zijn. Het moet vooral huiselijk zijn en warm. Ik vind het pervers om te moeten zeggen dat men een aantal overleden bewoners nodig heeft om tot een aanvaardbare werkdruk te komen. Als er nog moest een golf komen, dan moet men dat anders oplossen. Maar men mag dat de mensen niet meer aandoen. Dat is te erg. Als je oud bent, je weet dat uw jaren geteld zijn, waarschijnlijk misschien uw dagen geteld zijn, dan is die gezondheid altijd belangrijk. Maar het belangrijkste is dat je kinderen kunt zien, dat je nog dichtbij kunt zijn, dat je ze nog eens goed kunt vastpakken. En als ze dan afnemen, ja, dan gaan ze eigenlijk liever dood. Op een bepaald moment hebben we keuzes moeten maken die heel erg moeilijk waren en waar we op zich niet konden achterstaan. Als we de combinatie menselijkheid en logica volgden, maar de logica heeft geprimeerd. Die angst werd toch wel na vrij korte tijd overwoekerd, zal ik maar zeggen, door een boosheid van waarom worden hier allerhande maatregelen genomen en krijgen wij daar gewoon bericht van? Waarom worden wij als familie, directe familie van de bewoners, en waarom worden de bewoners zelf, die in staat zijn hun mening te uiten, worden die niet gehoord over het openstellen, over het versoepelen van de maatregelen? Als ze nu die gaan lossen op dit ogenblik, dan denk ik dat tegen dat het weer september, oktober is, dat het weer gaat moeten verstrengen en dat we de kans gemist hebben om elkaar eens vast te pakken, elkaar eens een hand te geven en elkaar eens gewoon te omhelzen. We mochten dan even afscheid komen nemen en ik mocht er dan toch wel bij blijven tot het laatste. Dus als we er dan toe kwamen, dan was onze papa al stervende feitelijk. De onderkant van zijn voeten was al helemaal verkleurd. Dan hebben we er niet meer mee kunnen praten, niks meer kunnen zeggen. We hebben er alleen naast gezeten en dan gewacht feitelijk totdat hij stierf. Hè. Dus, en dan de verzorging, palliatief, wij verwachten van palliatief wel meer. Ik heb al 3 mensen in palliatief meegemaakt en dat was helemaal anders dan nu. Nu was er helemaal niks van verzorging in palliatief, zowel niet naar onze papa als ook niet naar ons toe. Wij denken dan palliatief, het is niet alleen de mens die stervende is, maar de familie moet ook een beetje begeleid worden. Ik zou één ding willen, dat die mensen goed verzorgd worden. Dat er iedereen tijd voor heeft en dat die met liefde omringd wordt. En dat die zorg krijgen, dat die respecteren. Allee, ja, dat is zo. Hetgeen dat je ziet, dat is niet meer. Ik vind dat niet menselijk. Ik heb zelfs een meneer die zegt dat tegen mij. Van, ik heb de oorlog meegemaakt.
Maar dat vond ik niet zo erg zoals nu in de corona in een rusthuis te moeten meemaken. Dan denk ik, allee, dat vind ik verschrikkelijk dat zo oude mensen dat moeten zeggen. Is er een boodschap die u absoluut wil overbrengen? Ja, van meer hulp als het nodig zou zijn. En direct beschermingskledij. Dat dat voornaamste zou zijn. Ik hoop dat er iets gedaan gaat worden. Ook aan de, dat we altijd genoeg materiaal beschikbaar hebben om ons goed te beschermen. En dat er ook onmiddellijk testen beschikbaar zijn. En eventueel ook dat er iets gedaan wordt aan het personeel. Dat we genoeg personeel krijgen. Ik denk dat er ondertussen natuurlijk al veel geleerd is van wat we hebben meegemaakt. Dus nu heeft men alle nodige materiaal in huis. Dus in principe kan dat geen probleem meer zijn. Goede communicatie. Duidelijke richtlijnen. Bewegingsvrijheid om in functie van de situatie in elk woonzorgcentrum te doen wat nodig is. De mogelijkheid om af en toe een wet of een regel naast ons neer te leggen, zonder dat we daarvoor gestraft of raar bekeken zouden worden. Maar mijn grote angst is dat medewerkers die dit al eens meegemaakt hebben in een toch wel extreme vorm, of zij dit opnieuw aankunnen. Ik denk dat het volledig op zijn plaats zou zijn dat ook de bewoners zelf die zich daar die dat kunnen en willen, maar zeker ook de familie gehoord wordt in wat er aan omstandigheden moet veranderen om het leven van die mensen comfortabeler te maken. Uiteindelijk ben je 97 jaar, wij moeten niet meer naar over een jaar kijken, niet meer naar over 6 maanden kijken. Wij weten dat elke dag de laatste dag en de laatste ontmoeting kan zijn. Wat voor mij essentieel is en ook rust in mijn gemoed zou brengen, is dat er een zekerheid zou bestaan dat de wetgever zegt, bij uitbraak van zulke pandemie gaan wij de woonzorgcentra behandelen zoals de ziekenhuizen. Wij gaan die volop ondersteunen. Wij gaan zorgen dat er in de woonzorgcentra voldoende personeel is, voldoende medische hulp is, voldoende vrijwilligers gedetacheerd worden, eventueel ook van de grote farmabedrijven, om de woonzorgcentra uit de nood te helpen. Naast voor de toekomst, heel vlug testen. Dat is een grote les die we getrokken hebben uit de voorbije weken. Ik denk, dat is een wonder op mijn hart, dan moet ik niet meer weggaan. Helemaal niet. Mensen, leer uit uw geschiedenis. Plus het en vous. Plus het en nous. Plus het en eux. Ik vind dat geen leven. Dat mag nooit meer gebeuren.